We gaan enorm hard de afgelopen dagen. De World Cup mode is uit. En vandaag gaan we een hele leuke video op de planning zijn. Die gaat over het Nederlands elftal. Wat zou namelijk het Nederlands elftal gerateerd zijn als ze op de World Cup mode zouden zitten, op de Ultimate Team World Cup mode, naar mijn mening. Dit is dus mijn mening. Zet vooral in de comments of je het hiermee eens bent, wat je anders zou doen en welke spelers jij graag op de World Cup mode nog had gezien. Laten we gewoon snel beginnen met de video doen. Belangrijk wie mogelijk als je er zin in hebt. En abonneer natuurlijk op Twinity onderweg naar die 65.000 abonnees. En laten we maar snel beginnen. Daarnaast moet ik het even zeggen natuurlijk. Zaterdag vanaf 4 uur 2 juni zijn wij, oftewel ik en Twan, 24 uur lang live op Twinity. Hierin gaan we heel veel dingen doen. Er zijn heel veel giveaways. Onder andere kan je ieder uur een PlayStation netwerkkaartje winnen van Gamecast Direct. Je kan een trainingspakken. Je kan heel veel dingen winnen. Vanaf zaterdag 2 juni, 4 uur, ben erbij. De 24 uur stream. We gaan beginnen met de ratings. Wat denk ik dat het Nederlands elftal gerateerd zou zijn op de FIFA 18 World Cup mode als ze zich zouden kwalificeren en als ze dus geplaatst zouden zijn voor het WK? Ik ben eigenlijk een beetje vanuit gegaan van de wedstrijdselectie van dit, van deze oproep, zeg maar. Dus ik ga de spelers pakken die dit keer opgeroepen zijn en ik ga daarnaast ook een aantal icons bespreken die niet in de World Cup zitten, maar die wel graag in de World Cup had. Ja, iedereen had willen zien natuurlijk. En die bespreek ik dus ook. En nog een kleine mededeling is dat dit pluk hier de hele tijd naar onder valt. En ik kan er vrij weinig aan doen. Dus sorry daarvoor. Maar goed, op doel hebben we natuurlijk Jasper Cillessen. Hij heeft een 81 rating op de World Cup bij de aangepaste modus. Naar mijn mening is het te laag. Jasper Cillessen heeft echt wel bewezen dat hij, sinds dat hij echt basiskeeper is, waarschijnlijk is Cillessen gewoon eerste keeper, dat hij ook echt de beste is bij Barcelona. Dat doet er niet toe, natuurlijk, hoe hij daar speelt. Daar heeft hij ook bewezen dat hij enorm goed is. En ik denk dat hij gewoon op basis daarvan niet 81 verdient, maar gewoon prima 82 verdient. Kleine upgrade. Ik denk dat het wel logisch is. Cillessen vind ik gewoon een superkeeper die dat dus ook verdient. Naast Cillessen hebben we Jeroen Zoet. Kijk, Jeroen Zoet heeft 80 rating. En laat ik heel eerlijk zijn met je. Ik denk dat 80 gewoon prima is. Zoet gaat waarschijnlijk niet veel spelen bij het Nederlands elftal. En op basis van zijn prestaties bij het Nederlands elftal heeft hij het niet heel speciaal gedaan. En verdient hij dus ook geen hogere rating, denk ik zelf. Dus 80 voor Zoet, dat vind ik wel een rating die EA mooi heeft gedaan. Laten we maar door naar de verdedigers. Want hier ben ik het echt totaal niet eens met EA. Ik vind dat de verdedigers echt heel slecht gedaan zijn door EA. En dat eigenlijk Nederland veel te lage rating heeft. Natuurlijk, Nederlands elftal heeft niet goed gespeeld. En daardoor zijn deze ratings ook waarschijnlijk aan de lage kant. Maar toch zien we ook heel veel nationaliteiten waar de ratings in omhoog zijn. Bijvoorbeeld Van Aanholt heeft op Ultimate Team een 75 rating. Zit niet eens in de Nederlandse World Cup selectie als het goed is. Of staat bij de reservelijst, kon ik hem niet zien in ieder geval. En ik denk dat hij 79 rating verdient. Vooral, ja, gewoon omdat hij heel goed seizoen heeft gehad ook. En bij het Nederlands elftal speelt hij niet veel. Maar dan kan je ook niet zeggen dat hij slecht is. Dus ik denk dat hij dat gewoon verdient. 79, ja, niet heel veel meer over te zeggen eigenlijk. Daarnaast Nathan Ake heeft een 78 rating. En wat er bij hem ook wel is, hij speelt niet echt bij het Nederlands elftal. We hebben natuurlijk als centrale backs, als we met 5 verdedigers spelen, De Vrij, De Ligt en Van Dijk. Dus ja, 78 voor Ake, zolang hij niet speelt, is gewoon prima. Blind heeft toch wel heel goed gespeeld vroeger bij het Nederlands elftal. Stond echt altijd in de basis, vooral op left back. Had hele belangrijke eigenschappen. Kon heel goed passen, heel goed het team naar voren brengen. En ik denk dat zijn 81 rating daarom best wel verdiend is. En dat hij hem ook gewoon zou moeten houden. Hoger of lager? Nou ja, als je dan toch iets zou moeten kiezen, zou ik misschien ietsjes lager voor hem kiezen. Omdat hij de laatste tijd niet meer heel veel speelt bij het Nederlands elftal. Maar hoger ook zeker niet. Prima rating, 81 voor Blind. En nu komen we bij de centerbacks uit. Dat vind ik heel belangrijk, want ik vind dat jij echt onze Nederlandse centerbacks tekort heeft gedaan. De eerste, misschien wel de beste speler die wij hebben in het Nederlands elftal. Achterin sowieso. Dat zijn wel ook Virgil van Dijk. 83 rated. Laten we heel even één ding zeggen. Virgil van Dijk heeft nog altijd 0 fouten gemaakt, zowat in het Nederlands elftal. Ik kan het me niet herinneren. Daarnaast is hij een van de beste verdedigers van de wereld. Zich, ja, tot aan het uitbloeien op dit moment. En verdient hij een veel hogere rating dan 83. Ik zou zeggen, 85 rated Virgil van Dijk. Zet in de comments of je het hiermee eens bent. Of niet. Het is niet alleen dat ik een Nederlands ben dat ik hem eigenlijk 85 zou geven. Maar ook gewoon dat ik denk dat hij dit verdient. Ik weet het zeker, als we in 2022 weer een World Cup mode hebben, dan gaat die Virgil van Dijk kaart, als Nederlands zich kwalificeert, minimaal 6 of 7 of 88 zijn. Want ik denk echt dat dat een van de nieuwe beste verdedigers van de wereld kan worden. En dat dat echt een hele sterke, ja, centerback is. En nog zo'n speler waarvan ik verwacht dat hij in 2022 echt een enorm hoge rating zal zijn, dat is een speler die naast Van Dijk staat. Namelijk Matthijs de Ligt, natuurlijk de Ajax-speler met een 78 rating op de FIFA World Cup mode. Ik zou hem veel hoger geven, ook hem meer. Hij heeft tot nu toe in zijn eerste wedstrijd een klein blundertje gemaakt, maar voor de rest heeft hij een heel goed seizoen gehad bij Ajax. Daar moeten we niet op letten. Voor de rest is hij bij het Nederlands elftal daarnaast ook gewoon prima gespeeld. En dit is een van de grootste talenten van de wereld. Ik zou hem gewoon 81 geven, oprecht. Dat zijn genoeg
genoeg andere spelers die ook zo'n hoge rating hebben. En waarom Matthijs zit ik maar 78? Omdat hij één klein foutje ooit heeft gemaakt. Onverdiend. 81 voor de licht is nu goed. En ik denk in 2022 misschien ook wel 5 of 86. Als hij een transfer maakt naar een goede club en daar in de basis kan gaan spelen. Naast Matthijs de Ligt hebben we de laatste enorm goede verdediger staan van het Nederlands elftal. En ik denk ook oprecht dat het Nederlands elftal in de verdediging binnen een paar jaar misschien wel een van de beste verdedigers, ja, achter de linies hebben van de hele wereld. Stefan de Vrij. Stefan de Vrij, ook een enorm goede, sterke verdediger. Die hebben ze maar een 82 rating gegeven. En de Vrij is zo consistent bij Nederlands elftal geweest. En de Vrij speelt zo goed bij, ja, nu bij Lazio en dan dadelijk bij Inter, hoop ik voor hem ook. En de Vrij 82 is gewoon te laag. Ik heb hem 84 gegeven, misschien een beetje hoog gegrepen. Dat kan je wel zeggen, maar die centerbacks, ik vind gewoon dat EA Nederlandse centerbacks een hogere rating had moeten geven. Matthijs de Ligt... Matthijs de Ligt, ik bedoel, 7 de Vrij, 84, is naar mijn mening gewoon verdiend. Vervolgens komen we nog even snel rechtsachters, die hebben niet echt een mening over. Congolo, ja weet je, speelt op Huddersfield, maakt daar een goede vooruitgang. Bij Monaco speelde niet. Ronald Koeman heeft vandaag nog gezegd dat hij echt een vooruitgang bij hem ziet. Als hij later speelt, dan kan hij ook op de World Cup worden. En een Nederlands elftal kaartje een hogere rating krijgen. Daarnaast hebben we Daryl Janmaat, die speelde in de competitie heel goed. Maar speelt bij het Nederlands elftal niet echt. Dus ja, één rating hoger zou kunnen, maar het boeit niet heel veel. En TT, die speelde dan wel tegen Portugal in de basis. Maar voor de rest ook niet heel veel gezien eigenlijk. En daar heb ik ook niet heel veel invloed op of een mening over eigenlijk. Misschien een rating hoger zou op zich wel kunnen. Donny van der Beek op het middenveld heeft ook echt wel bewezen dat hij ook in de basis kan spelen. En jij geeft hem maar een 77 rated kaart. Vind ik ook wel laag. 78, minimaal 79. 80 is misschien een klein beetje aan de hoge kant. Maar ik vind wel dat hij hoger wordt dan 77. Redelijk lage rating voor Donny van der Beek. Ja, Prupper 79 is wel belangrijk geweest in de afgelopen wedstrijden van het Nederlands elftal. Hij moet bewijzen dat hij altijd die vaste basisspeler is. En dat hij echt een van de belangrijke spelers van het Nederlands elftal kan gaan worden. Voor nu Prupper 79. Ik denk dat dat gewoon een prima rating is voor hem. En dat we dat ook gewoon zo moeten houden. Een vreemde keuze van EA is het om Vilena op de World Cup Moren een linker vleugelverdediger te maken. Dat vind ik oprecht zo. Natuurlijk, ja, Vilena speelde tegen Portugal wel op de linker, ja, op de linker vleugel. Maar dat is de eerste wedstrijd ooit, geloof ik, dat Vilena op left back stond. Dus is het niet een beetje vreemd om Vilena dan meteen die kaart te geven, terwijl hij waarschijnlijk misschien volgende wedstrijd of niet in de basis staat, of als hij speelt op het middenveld staat. Want natuurlijk, we hebben genoeg andere linksachters die we kunnen gebruiken, met de namen AK, Van Aanholt, Blind, die kunnen er ook allemaal staan. Natuurlijk ook bijvoorbeeld een speler als, ik wilde zeggen Hatenboer, maar dat is een rechtsachter, maar niet uit. In ieder geval vind ik het vreemd dat Vilena 76 heeft, maar als je hem dan die rating had gegeven, had hem dan hoger dan 76 gegeven. Als je toch naar die wedstrijd hebt gekeken tegen Portugal, dan heb je vast ook gezien dat Vilena Ronaldo in zijn broekzak had. En dan verdien je een hogere rating dan 76. Laten we dan eventjes heel eerlijk zeggen. Jorginho Wijnaldum, natuurlijk een van de belangrijkste spelers op het middenveld van het Nederlands elftal. Misschien wel de beste op dit moment. Ja, ik denk oprecht dat hij ook een hogere rating verdiende. 72 of 82 is hij op de World Cup Moren. Maar ik denk dat hij gewoon 83 makkelijk wel verdient. Is gewoon een belangrijke middenvelder. Altijd sterk, altijd goed. En deze rating, waarom niet? Het zou zomaar verdiend kunnen zijn. En de laatste is misschien een beetje dubieus. Want het is namelijk Kevin Strootman. 84 rating op de normale fut. 80 rated op de World Cup Moren. En ik zeg je heel eerlijk, ik vind het een prima rating. Kevin Strootman is zo slecht eigenlijk altijd geweest bij de World Cup. Bij het Nederlands elftal. Dat hij niet eens een hogere rating verdient dan die 80. Misschien is 80 nog wel een beetje aan de hoge kant. Want ik zeg je eerlijk, ik vind Prupper bijvoorbeeld beter dan Strootman bij het Nederlands elftal. Dus ja, 80 rated is gewoon prima denk ik dan voor een speler als Strootman. In de aanval ben ik ook wel niet helemaal eens wat EA namelijk heeft gezegd allemaal. Ten eerste, Memphis Depay hebben ze 81 gegeven. Nou ja, met de vorm die hij op dit moment heeft. En wat hij ook in het verleden bij het Nederlands elftal heeft laten zien, vind ik 81 wel een beetje zwakjes. Als je kijkt wat Memphis bijna verleden op een WK of EK heeft gedaan, op het eindtoernooi heeft hij in ieder geval goed gedaan. Heeft hij veel indruk gemaakt, terwijl toen hij nog heel erg jong was. Dus hij verdient hoger dan 81, 83 is prima voor hem. En daarnaast zijn we nog Quincy Promes staan, die ook de afgelopen paar wedstrijden prima speelde bij het Nederlands elftal. En daarnaast een 80 rating voor de beste speler van Rusland al een paar jaar. En vind ik ook te laag, 82, makkelijk, minimaal. Vind ik ook een beetje vreemd dat hij hem ook zo'n lage rating geeft. Over de andere spelers ga ik niks zeggen. Babel, Berghuis, Edia en Weghorst, die hebben niet echt veel gespeeld bij het Nederlands elftal. Ja, Babel wel, maar ja, die heeft 79 en dat vind ik gewoon prima. Daarnaast Edia heeft ook wel wedstrijden gespeeld, maar ja,
Maar niet uit. We gaan gewoon door naar de icons die ik mis op de World Cup mode. En een van die icons is toch wel een speler die ik wil bespreken. Die gestopt is met voetballen bij het Nederlands elftal. Bas Dos. Ja, absoluut. Hij heeft een 83 rated kaart op de gewone FUT mode natuurlijk. En in het Nederlands elftal zou hij waarschijnlijk een 75 rated kaartje of zo verdienen. 65, 75, iets ertussenin. Ja, want Bas Dos doet het echt enorm slecht. Verdient totaal geen goede kaart natuurlijk. Hij heeft helemaal niks goeds gedaan met het Nederlands elftal. En hij is natuurlijk daar weggegaan. Het blijft wel echt een enorme meme natuurlijk rondom Bas Dos. Maar goed, ja, hij zou een hele lage rating krijgen als hij op de World Cup zou zitten. We gaan door met de icons. De icon nummer 1 die ik enorm graag gezien zou hebben op de World Cup mode is Arjen Robben. Arjen Robben die natuurlijk gestopt is bij het Nederlands elftal en die enorm goed gespeeld heeft. Die enorm belangrijk was van het Nederlands elftal. Helaas nooit een wereldtitel heeft weten te winnen. Maar toch, als hij op de World Cup zou komen, hoeveel rated zou dit dan zijn? Ik denk rond de 90 rated met een enorm zieke kaart. Waar hij natuurlijk nog enorm snel was. Waar hij enorm goed was met heel veel dribbelen. Dat zou echt heel vet zijn als Arjen Robben op de World Cup mode als een icon binnen een paar jaar zou gaan terugkeren. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En natuurlijk willen we allemaal enorm graag dat Johan Cruijff ooit op een spel zou komen. We weten, kijk, natuurlijk dat verhaal dat jullie ook zeggen van Johan Cruijff wil graag dat kinderen buiten spelen. Dat klopt helemaal. Vandaag met Johan Cruijff Foundation. Het goede doel van een 24 uur stream. Maar Johan Cruijff is wel een pes. Dat is zo. Dus... dat op zich denk ik gewoon dat het mogelijk is, want anders zou hij niet in PES zitten, toch? Maradona zit ook in PES en in FUT, dus het is ook mogelijk om op beide consoles te zitten. Johan Cruijff zou echt enorm ziek zijn met enorm veel pace, enorm veel shooting, enorm veel alles. Dat zou gewoon echt een enorm goede kaart zijn. Het zou echt heel vet zijn als hij gewoon erop had gezeten. Maar ook die kaart zit er niet op, helaas. Dat is gewoon jammer. Daarnaast zou natuurlijk ook nog enorm graag allemaal Ruudje Gullit gehad. Ook Gullit was altijd heel belangrijk in de tijd dat hij speelde voor het Nederlands elftal. Hij heeft ook heel veel interlands meegemaakt. Speelde 66 interlands, scoorde daar in 17 keer en won natuurlijk het EK in 1988. Waardoor Ruud Gullit toch wel een van de meest succesvolle Nederlandse spelers ooit is geworden. En daarnaast verdient hij daarom ook gewoon een enorm hoog gerateerde kaart. Rond de 93 of zo zou in principe wel mooi zijn, zoals een prime icon kaart ook is. Gullit is gewoon een absolute legende. Daarnaast zijn er nog heel veel andere icon kaarten die misschien wel op FUT World Cup hadden moeten komen. Spelers als Marco van Basten of Dennis Bergkamp. Of misschien zelfs wel De Boer of zo. Ronald Koeman. Heel veel spelers hadden natuurlijk nog op de game mode kunnen komen. Maar ik wil er niet heel veel dieper op ingaan. Dus het zou gewoon ziek zijn als we in de volgende World Cup mode wel wel zitten. Denk jij dat deze ratings van het Nederlands elftal beter waren geweest? Zet het in de comments hieronder. Denk je er anders over? Zet het dan natuurlijk ook in de comments hieronder. En hopelijk zijn we over 4 jaar wel weer op de World Cup mode. En kunnen we wel weer allemaal Nederlandse spelers pakken. Want ik vind het jammer dat we er niet op zijn. En ik vind het jammer dat EA een Nederlands elftal zo'n lage ratings heeft gegeven. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw hebje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity. Zie ik jou bij de volgende video weer terug. En zaterdag om 4 uur op 2 juni bij de 24 uur stream. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later. Oh ja, en mijn plukje. Doei.